Welkom, dames en heren, bij de Tempelgids. Even wat pot kapot slaan. Oeh, dat hielp ook nog. We gaan vandaag naar het Zuid-Lomai-labyrinth. Ik geloof dat het Zuid is. Hou me daar alleen niet aan vast. Ik klim even bij Robbie hier in het Akala-instituut omhoog. Dan kunnen we het beste bereiken. Goed, zo denk ik op. Ik heb wat energie eten gekookt. Zodat ons linkeltje niet te veel energie kwijtraakt, waardoor ze van de muur afvalt of iets. Laat jullie de makkelijkste manier zien. Zo. Daar zie je hem staan. Oh, even een korokpuzzel. Daar gaan we dan. Dit is best een eind vliegen en hij is best gevaarlijk. Dus pas daarmee op. En neem vooral uithoudingsvermogen eten mee. Energie eten, stamina food, hoe je het ook moet noemen. Ik noem het stamina food. Dat ga ik gebruiken zo gauw Linkeltje haar energiemeter rood is. Dus hou ik dat goed in de gaten. Zoals nu dus. Dan heeft ze wat extra energie. Ik heb nog wat uithoudingsvermogen eten. De Chica sensor pakt hem al op. Dit is het Lomai Labyrinth eiland. Sorry jongens. Ik dacht dat het Zuid was, maar... Nu ga ik Linkeltje nog heel even wat extra geven. Zodat we naar boven kunnen klimmen. Het gele metertje wil zeggen dat ik meer energie heb dan zij eigenlijk zou moeten hebben. Maar hij is tijdelijk omdat hij geel is. Ik weet niet of ik het ga halen. Ik denk het niet namelijk. Linkel! Hou vol! Je kan het, Linkel! Ik ga nu ook absoluut niet springen. Tenzij het echt nodig op het laatste moment. Nu dus. Dat redden ze ook maar echt net. Goed zo, meisje. Nu is het gevaarlijk, dus pak ik mijn goede pijlen erbij. Waarom ik er opklim en niet omheen, doorheen en overheen loop, is omdat dit makkelijker is. Het is een beetje vals spelen, maar ze hadden het er niet in gezet als het niet mag. Als ik het goed herinner,
moeten we hier naar beneden. Ja. Zal te zien wel. Ja, we moeten hier naar beneden. Nu krijg je een bericht. Je kan hier eventueel naar boven klimmen voor een Great Fireblade. Maar we zijn gezien door een wachter. Dus laten we dat niet doen. Gewoon de trap op blijven gaan. Dan kom je vanzelf uit hier. Als je de uitbreidingen hebt gekocht, heb ik straks nog een speltip voor jullie. Wat betrekking heeft tot het vlak hier. Maar dat leg ik jullie zo uit. In een volgend filmpje. Nu gaan we de moeilijkste tempel van het spel in. Sarcasme. Jee. Zou ik sarcastisch zijn? Nou, hij is helemaal niet zo moeilijk. Dit is een zegentempel. Omdat je het labyrinth al doorlopen hebt, gaan ze vanuit. Als je deze twee waterplekken ziet bij het naar beneden gaan, is het een zegentempel. Dat wil zeggen dat je al moeilijk hebt gedaan voor deze tempel. Dus dat je gewoon gelijk de beloningen krijgt eigenlijk. Dus Linkle, zeggen wij tot ziens.